Nederlands met me. Even Nederlands met me. Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel heb ik vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb dingetjes van de Primark, van de Boohoo, van de Claire's. Dus laten we maar snel beginnen. Laten we maar beginnen bij de Primark, want ik denk dat de meeste van jullie daar het benieuwd naar zijn. Ik heb alleen maar dingetjes gekocht voor iemand anders. En dat zijn allemaal cadeautjes. Maar wanneer deze online komt, heb ik het al gegeven. Dus ik dacht, ik kan het prima laten zien aan jullie. Als eerste kocht ik deze awesome inpakpapier van Minions. Ze waren 1,50 per stuk, dan krijg je 4 meter. Ik heb er 2 van gekocht om alles in te gaan pakken. En ik ben zelf echt dol op de Minions. En ja, toen ik deze inpakpapier zag, dacht ik echt van, die moet ik meenemen. Zo ontzettend schattig. En voor 3 euro heb je dus 2 keer 4 meter rollen. Dan ook kocht ik deze 2 super schattige decoratiepotjes. En het is zoals je ziet melkglas. En echt super mooi. Normaal waren ze 2,50 en nu waren ze afgeprijsd voor 1 euro per stuk. Dus ik denk dat ik even terug moet gaan om ze ook voor mezelf te halen. Want ik vind ze echt super leuk. Leuk vaccinelichtje erin of iets. En het ziet er super schattig uit. Dus deze waren dus samen 2 euro. Echt super goedkoop. Dan ook nam ik deze 2-pack mee van Fruitspons. Een aardbei en een sinaasappel. En ik vond ze gewoon heel erg schattig. En ze waren maar 1,50 voor 2. Dus ja, ik dacht het is leuk om erbij te doen. En het ziet er echt ontzettend schattig uit, vind ik zelf. Dan ook nam ik de standaard haarborstel mee van de Primark. Iedereen kent hem wel. Hij is 2 euro. Ze hebben deze in het roze en in het zwart. Ik heb de roze meegenomen zoals je kan zien. Dus ja. Dan ook nam ik weer de Egg Makeup Spons mee. Dus de replica van de Beauty Blender van Primark. En deze vind ik zelf heel erg fijn. Dus ik vind deze altijd heel erg leuk om cadeau te doen. Omdat hij maar 2 euro is en hij is super fijn in gebruik. Dus deze heb ik daar ook voor gekocht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ook nam ik een pak mee met 30 vaccinelichtjes. En die kost 2,50. En dit vind ik de lekkerste geur die op dit moment in de Primark is. Ook Appletini, die vind ik ook ontzettend lekker. Maar dit blijft mijn favoriet daar. Dit is Redberry en Jasmine. En ik vind heel veel combinaties. Kijk, ik ben echt een vanille persoon. En dat hebben ze daar ook. Alleen in combinatie met kokosnoot. Wat ik niet begrijp, want ik vind die combinatie echt totaal niet lekker. Maar deze combinatie vind ik heel erg lekker. Dat is de lichte roze kleur. En ja, deze nam ik dus ook mee als cadeautje. En als laatste van de Primark nam ik dit lieve decoratiehartje mee. Ze hebben nou heel veel decoratiehartjes. En deze kostte 2,50. En het is gewoon een soort van oud uitziend hartje met witte verf. En ja, ik vond hem schattig, dus deze nam ik ook mee. Dat was alles van de Primark. Dan ga ik nu verder naar de dingetjes die ik bij de Claire's heb gekocht. Ik had laatst het probleem dat ik deze ketting droeg en heel graag een langere ketting erbij wou dragen. Want tegenwoordig ben ik in de bui dat ik 3 à 4 kettingen dragen leuk vind. Dus, maar ik kon geen goede lange zilveren vinden. Wel heel veel lange gouden heb ik, maar geen zilveren. Dus ik ging even de Claire's in om te kijken. En nou hadden ze de actie 3 sieraden voor de prijs van 2. Dus ja, je begrijpt het wel. Ik heb 3 sieraden gehaald. Als eerste heb ik gehaald waar ik voor naar binnen ging. Een lange zilveren ketting. En hij is echt ontzettend schattig. Want er zit een heel klein maantje aan de onderkant met een steentje. En af en toe lijkt hij blauw, af en toe lijkt hij bruin. Het is een beetje een paramour kleurtje wat erin zit. Maar hij is heel simpel en heel licht. Wat ik ook altijd fijn vind. Dus ik denk dat ik deze best wel veel ga dragen. En deze is normaal 5 euro. Of 6 euro. 6 euro. Hij is normaal 6 euro. Dan ook nam ik een ring mee. En ik vind de ringmaten van de Claire's geweldig. Want ik heb hele kleine vingertjes. En bij hun heb ik een M. En dat vind ik heel erg fijn. Want die zijn er meestal wel. Bij de Primark is soms S nog mij te groot. Want ik heb echt hele kleine handjes. Maar hier heb ik geen probleem. En ik heb deze ring meegenomen. En ik vind hem zo mooi. Het is weer een beetje een beige melk. Achtig kleurtje. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik het mooi begin te vinden. En daaromheen zitten allemaal bloemetjes. In een soort van detail met het zilver. En ik vind het me zo ontzettend mooi. Ik heb op dit moment echt zo'n oma ringenbui. En dit is weer zo eentje die daar perfect tussen past. Met stenen en lekker groot. Heel erg mooi. En deze is normaal 7 euro. Dan als laatste nam ik daar oorbellen mee. En wederom met stenen. Ik weet het niet. Ik ben nog steeds in een stenenbui. Maar ja, ik vond ze er heel cool uitzien. Een beetje oud. En ja, ik weet niet. Ik vond ze heel erg mooi. En deze zijn normaal 7 euro. En uiteindelijk heb ik dus 14 euro voor deze 3 betaald. Dus heb ik 6 euro korting gehad. Dan naar de spulletjes van Boohoo. En dat zijn maar 2 dingen. Als eerste deze top die ik vandaag aan heb. Niet zo slim. Maar ja, ik had hem vandaag al de hele dag aan.
Dus daar heb ik niet over nagedacht. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Ik zal nu even een foto in beeld brengen. Want ik heb een foto gepost op Instagram. Mocht je me willen volgen op Instagram. Hetzelfde gespeld is hier zo op YouTube. En ja, ik ben gewoon dol op deze top. Volgens mij was die iets van 10 of 12 euro. Ik kreeg 30% korting eroverheen. Maar hij is zo cool. Echt, de achterkant is helemaal open geript en het ziet er zo cool uit. En vooral de lengte ben ik heel blij mee. Want de lengte is wat korter dan een t-shirt, maar het is geen crop top. Dus de ideale lengte om hem in je high-waisted broek te doen. Dus helemaal verliefd op. En ik weet zeker dat ik deze ontzettend vaak ga dragen in de zomer. Dan ook kocht ik daar deze felroze lippenstift van Technique, als ik het goed zeg. En het is echt een heel felroze kleurtje. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ik ben benieuwd om deze te gaan testen, want ik weet helemaal niet hoe de kwaliteit is van de make-up van Boohoo. En deze was 3 euro. Nou, dat was alles wat ik jullie vandaag wil laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Hier beneden, 1 druk op de knop, helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!